weer bij IJsclub Noord gedacht. En we hebben inderdaad weer wat nieuwe informatie voor iedereen. En ik wil toch even toelichten hoe wij in staat zijn geweest om deze baan op te prepareren. En dat voor iedereen toegankelijk is. We zijn dinsdagnacht, dinsdag zijn we begonnen om 10:00 s'avonds om alles onder water te zetten. Om 12:00 s'nachts zijn de tankwagens gekomen. Die hebben met tankwagens gesproeid, totdat de vloer weer een laagje kreeg. Dus morgens om 5:00 is dat weer gebeurd. Dinsdag zijn we heel even open geweest. En naar aanleiding daarvan hebben we dat gedaan. Gisteravond hebben we ook weer gesproeid. Om 11:00. En dankzij deze handelingen kunnen we vandaag de 400 meter baan gebruiken. En die is in optimale conditie. En we streven daarna om dat morgen ook weer te handhaven. Dus we gaan nog even bekijken wat we gaan doen. Of we nog iets van water op gaan zetten, dat weten we nog niet. Maar ja, het is super. Nou, we zijn natuurlijk erg trots dat de 400 meter baan natuurlijk geopend is. En vanavond gaan we bekijken of het nog nodig is om eventueel nog te sproeien. Als blijkt dat dus het sproeien geen resultaat zal hebben, dan doen we dat niet. Want we willen morgen die ene dag ijs willen we beslist nog meepakken. Want de zaterdag kan het wel eens afgelopen zijn. Dus die 400 meter baan, daar gaan we voor. De 1200 vierkante meter baan, daar hebben we wel vertrouwen in. Dat is een topconditie. En met 1200 leden, dan denk ik dat we deze periode heel mooi kunnen afsluiten. En daar zijn we als vereniging en vrijwilligers zeer trots op. Begrijp ik. En bezoekersaantallen? Dat varieert tussen de 400 en de 500 per dag. Op het moment is het wel ontzettend leuk, want het is heel moeilijk te tellen. Want het is nogal heel simpel, het is verschrikkelijk koud, dus na 1,5 uur, 2:00 gaan ze weg en dan komen er weer nieuwe. En we krijgen alleen maar lof van iedereen, dus we hebben een hoop dingen geleerd weer. We kunnen nog verbeteringen gaan we aanbrengen op de baan en dat gaan we waarschijnlijk dit jaar nog realiseren.